Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met vandaag René Boonstra. En René, daar heb ik al maanden geleden contact mee gehad. En hij zei toen al hele nuttige dingen, maar waar ik het specifiek met hem over wil hebben vandaag is storytelling. En hij vertelde me al dat hij toen zijn boekje aan het schrijven was. En toen dacht ik, ja, dat moeten we dan misschien even combineren. Dus de voorkant van het boekje heb ik ook maar even aangeplakt. Goedemorgen René, zou jij jezelf even kort willen voorstellen? Ja, zeker. Goedemorgen Petra en dank voor dit moment. Ik ben René Boonstra. Meer dan 20 jaar werkzaam bij Hogeschool in Holland. Met veel plezier. En ik werk daar bij de opleiding communicatie. In verschillende rollen met verschillende zaken ook te maken gehad. Continu eigenlijk in beweging. Communicatie is een dynamisch vakgebied. Ook een aantal jaren onderzoek gedaan bij het lectoraat Digital World met Frans van der Reep. En ja, eigenlijk in die tijd, zeg maar, dat is alweer een jaar of 5, 6 geleden dat ik daar gezeten heb. Ja, maar is mijn interesse gewekt ook voor het onderwerp storytelling. En toen heb ik besloten om alles wat ik eigenlijk ook toen de tijd al in lessen deed, toepaste in 2015 tot een boekje samen te voegen. En ja, met veel plezier ook nu het afgelopen 3/4 jaar aan de tweede editie van het boekje geschreven, wat in deze dagen ook uit gaat komen. Maar met veel plezier als professional al jarenlang in het onderwijs bezig. En mijn achtergrond ligt een beetje in de creatieve hoek, in de conceptuele hoek en in de digitale hoek, zeg maar. Dat is ooit mijn origine geweest. Maar nu werk ik al jaren, zeg maar, met veel plezier bij de opleiding communicatie. Ja, dankjewel. Jij zei net al van mijn boekje gaat wel eigenlijk, het is wat meer gericht op de communicatieprofessional, hè? Dus de studentencommunicatiewetenschappen en zo. Maar ja, toen zei ik onmiddellijk, maar de docent is misschien wel de communicatieprofessional bij uitstek. Dus ik vraag me eigenlijk af, de tips en trucs die jij in dat boekje geeft, denk jij dat die ook toepasbaar zijn voor docenten? En heb je daar misschien 1 of 2 voorbeelden van? Ja, ik denk het wel. Kijk, ik denk niet het hele boekje, want het is echt een heel stappenplan wat erin staat. Het is eigenlijk natuurlijk wel gericht op echt het maken van een communicatieplan of het toepassen op communicatieproject. Maar er zitten wel onderdelen in die echt wel van toepassing zijn. Een van de mooiste dingen vind ik altijd is de Golden Circle van Simon Sinek. De why, de how en de what. Ja, en als je daar natuurlijk naar kijkt, dan zou eigenlijk ieder docent vooral eens moeten beseffen vanuit welke waarom geef ik eigenlijk les en waarom sta ik voor de klas en welke verandering wil ik eigenlijk teweeg brengen. Simon Sinek doet dat heel mooi in die 3 stappen, zeg maar. En die zegt eigenlijk, alles wat je doet, dat moet eigenlijk starten vanuit die waarom. En dan pas kun je het hoe en het wat, zeg maar, teweeg brengen. En het is wel grappig, ik doe op dit moment ook een masteropleiding leren en innoveren. En eigenlijk zie ik dat soort elementen toch ook wel weer zijdelings terugkomen bij de rolontwikkeling die wij daar ook moeten doen, zeg maar. Dus er zitten echt wel verbanden en linken tussen. En natuurlijk, het werken met digitale middelen. In de coronatijd heeft dat nu natuurlijk een enorme vlucht genomen. En je moet als docent eigenlijk, ben je een contentproducent geworden enerzijds. Maar het maken van die content, het maken van filmpjes en al dat soort dingen meer, dat moet je natuurlijk wel op een manier doen dat je dat niet meer zoals vroeger, zoals je voor de klas stond en stond te zenden. Maar je bent ook eigenlijk een verhaal aan het vertellen, een verhaal aan het samenstellen. En ik merk het zelf heel erg sterk in de dagelijkse praktijk. Ik coach ontzettend veel studenten. Ja, en dat doe je eigenlijk ook vanuit je eigen ervaring. En je neemt je eigen dingen, zeg maar, ook mee naar die studenten toe. En ook dat is eigenlijk een vorm van storytelling. Dus er zitten enorm veel raakvlakken in hoe je dat kunt toepassen in het onderwijs. Zeg je dan, ik heb 2 dingen. Jij zei net iets over die korte clipjes. Nou, ik heb ooit, Erik Scherder heeft voor mij een heel mooi clipje gemaakt. Die zal ik ook in het artikel weer even meenemen. En als je ziet hoe die man dat doet, 20 minuten. En dat is informatie die ik nog steeds weet. En ook de manier waarop hij dat doet. Denk ik, dat is. Kan iedereen dat leren? Dat is natuurlijk al een vraag. Zou iedereen dat kunnen leren, is eigenlijk mijn vraag aan jou. Dan kom ik zo op die andere vraag. Nou ja, kijk,
eigenlijk, en dat zit ook in mijn boek verwerkt, hè, als je een goed verhaal vertelt, dan heeft dat eigenlijk altijd een goede structuur nodig. Nou zou ik niet aanraden om meteen een heel scenario te schrijven voor je clipjes. Dat is ook wel lastig, maar er moet een bepaalde spanningsboog in zitten en er moet een bepaalde opbouw in zitten. En ik denk dat Erik Schreder dat heel erg goed in zijn filmpjes neer weet te zetten. En die man heeft ook denk ik wel een goed talent voor presenteren. Dat komt er natuurlijk ook wel bij kijken. Maar die structuur, als je dat analyseert, dan is dat echt wel iets wat natuurlijk te leren valt, zeg maar. Hè? Dus het kunnen vertellen van een verhaal volgens die opbouw, ja, dat is eigenlijk een structuur die al heel erg oud is eigenlijk, zeg maar. En ook dat soort elementen zitten ook wel natuurlijk in het boekje verwerkt. Hè? Je hebt verschillende manieren van vertellen ja, die je daarop kunt toepassen. En dat is zeker wel iets waar je ja, als docent gewoon mee kunt spelen. Ik zou ook echt docenten wel willen uitdagen om daar gewoon ook mee te experimenteren met dat soort vormen. Ja, mooi. Ja, experimenteren is een beetje het toverwoord, hè, van het afgelopen jaar. Ja. Fijn dat je dat zegt, want laten we dat ook gewoon doen. En ook inderdaad dat studenten die zeggen van ja, nou ja, het gaat wel eens op mis, het geeft helemaal niks. Dus daar zijn ze heel, heel tolerant in. Het andere wat jij zei was van iets, dat dichtbij, dat, die nabijheid. Nou, dat, even terug naar Erik Scherder, dat zie je bij hem ook, want hij staat natuurlijk gewoon thuis. En ja, dus de kennis die hij, waar hij iets over vertelt, dat is voor hem ook echt super gesneden koek. Hoe belangrijk is dat nabijheid en moet je altijd echt veel van jezelf weggeven? Is dat een beetje een voorwaarde? Kijk, als je even in de wetenschap kijkt en de theorie achter storytelling natuurlijk wat nader induikt, dan is eigenlijk het kunnen identificeren met een persoon is eigenlijk een van de meest belangrijke elementen waarop storytelling al dan niet werkt. Ja. Dat zie je natuurlijk als je naar films kijkt. Op het moment dat je jezelf in dat karakter kan inleven, zeg maar, dan spreekt zo'n verhaal vaak enorm aan. En dan raak je ook echt betrokken bij zoiets, zeg maar. En kijk, om even inderdaad Erik Schreder te pakken. Kijk, hij laat je, zeg maar, inleven in de situatie of in iets wat ook dichtbij je kan staan, zeg maar. Hè? En het is eigenlijk, ja, er is wel eens onderzoek gedaan ook naar hoe bijvoorbeeld Steve Jobs bijvoorbeeld, waarom hij zo succesvol is geweest in de presentaties die hij gaf. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel simpel. Wat Steve Jobs eigenlijk bijvoorbeeld deed, was hij praat tegen jou alsof hij naast je zit in de kamer, zeg maar. Hè? Het is eigenlijk net alsof je een gesprek hebt met een goede vriend van je en die iets vertelt, zeg maar, over iets waar hij enthousiast van wordt. Nou, en die nabijheid, zeg maar, en die ogenschijnlijke manier van een normaal persoon, zeg maar. Want Steve Jobs, nou, stond onbekend dat hij gewoon zijn kooltruitje en in zijn gympies en zijn spijkerbroek, zeg maar, op het podium stond. Ja, dat heeft denk ik voor een belangrijk deel ook het succes van zijn beroemde presentaties, zeg maar, bepaald. Dus je ziet dat, zeg maar, in dat soort elementen zie je dat natuurlijk enorm sterk, ja, ontstaan. En ja, als je als docent, zeg maar, dat ook voor elkaar krijgt en die nabijheid ook kunt genereren en ook, ja, dat inlevingsvermogen bij die studenten, zeg maar, ook kunt activeren, ja, dan komt een verhaal veel beter aan en dan bereik je ook vaak veel meer in de verandering die je teweeg zou willen brengen bij die studenten. Dus het is enerzijds is het gewoon wetenschappelijk, is het echt wel onderzocht, zeg maar, dit soort dingen. Het is echt wel naar gekeken. En anderzijds merk ik het ook gewoon heel sterk in mijn praktijk, hoe dat bijvoorbeeld ook werkt. Ja, ja. Zeker. Mooi dat je dat voorbeeld van Steve Jobs aanhaalt. Want ik heb ook wel eens, ik bedoel, het was inderdaad heel erg amicaal bijna. Ik heb ook wel eens gehoord dat het echt op de seconde bijna geschript was. Hè? Dus, en dat vind ik dan eigenlijk wel knap hoe hij dan ondanks dat keurslijf toch die soort spontaniteit wist te brengen. Ja, dat is interessant. Denk jij dat dit alles, zijn er dingen door de coronatijd die nu versneld zijn, zeg maar, op het gebied van storytelling? Zou het meer aan moeten slaan? Of, nee. Nou, wat je denk ik ziet in de coronatijd is, hè, we worden allemaal gedwongen om gemedieerd te communiceren. Ja. Dat is wat de tijd. Dus iedere docent in iedere laag moet nu op de manier zoals wij nu vandaag zitten, via een scherm, zeg maar,
tegen zijn studenten praten. Dat maakt eigenlijk dat de confrontatie met jouw performance, zeg maar, als docent enorm groot is. Zeg maar, hè. Je wordt eigenlijk direct geconfronteerd met hoe je overkomt. En je wordt eigenlijk ook gedwongen om echt wel heel bewust na te denken over wat je presenteert en over wat je zegt. En we zien een soort van verloop van dat. We zijn allemaal een beetje, denk ik, begonnen om onze lessen. Veel collega's heb ik dat ook gezien in het begin. Van, helemaal trots. Ik heb mijn college omgezet in een ingesproken PowerPoint. Of ik heb er een soort kennisclip van gemaakt. Ik zag aan het begin van de coronatijd enorm veel voorbeelden van voorbij komen. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar langzaam maar zeker zie je natuurlijk dat daar een soort van switching komt. En we zijn steeds meer nu gaan nadenken van het werkt misschien niet helemaal dat we alleen maar die kennis en die content die we normaal gesproken voor de klas gaven, moeten kunnen omzetten in filmpjes. We moeten dus ook echt gaan nadenken over meer een balans, zeg maar. En hoe we dat dan, maar even met een mooie hippe term te zeggen, blended, goed kunnen inzetten. En ik zie echt wel dat door die coronatijd, dat we daar veel bewuster nu over aan het nadenken zijn. Ik merk dat heel erg sterk aan mezelf. We hebben in Holland bij communicatie nu zijn we bezig met een nieuw curriculum te introduceren. En we hebben eigenlijk het stomme geluk misschien wel dat we precies met het begin van de coronatijd het curriculum aan het uitrollen waren. Dus eigenlijk alles wat wij doen nu is helemaal gericht op die digitalisering, zeg maar. Dus we zijn echt gedwongen om daarop aan te passen. We hebben nog ook een oud curriculum wat we het uitrollen, wat we nog het uitfaseren zijn, zeg maar. Wat misschien soms wel wat lastig is, maar dan ga je weer sterk op je coaching zitten, zeg maar. Dus het dwingt ons echt deze tijd om daar heel bewust over na te denken. Dus zeker wel, ja. En dat flipping the classroom erbij dan, denk ik. Ja, zeker. Flipping classroom of blended learning, het maakt allemaal niet zo heel veel uit, zeg maar. Maar je wordt echt wel gedwongen om na te denken over je mix van content, van wat je vertelt. Ja. En hoe je daar een balans in aanbrengt voor die studenten. Wij zijn bij in Holland, bij communicatie, nu zijn we switch aan het maken van, om het even in de technische termen te zeggen, van heel veel tentamens en toetsen naar eigenlijk één grote toets aan het einde van het jaar en halverwege het jaar. En een portfolio wat studenten samenstellen, dus heel veel praktijkopdrachten die ze doen. Waarbij ook overigens heel veel storytelling trouwens weer in die praktijkopdrachten voorbij komt. Dus dat is heel leuk om dat te zien. Hè. En dat vergt ook dat vergt een hele andere manier van denken en van lesgeven. Je redt het gewoon niet meer door alleen maar kennis naar binnen te brengen. Dus je moet, of het nou flipping the classroom is of blended learning of wat dan ook, je moet echt een balans aanbrengen tussen, dit vertel ik. Dit laat ik ze tijdens een training of een sessie doen. En dit zet ik bijvoorbeeld klaar als clipje of als content of als leeswerk. Wat ze zelf moeten doen, zeg maar. Ja dus eigenlijk, ik vind het ook mooi dat je die lijn daarin ziet. Het is eigenlijk echt een mooie samenvatting van heel veel input in de koffiebreaks die ik de afgelopen tijd heb verzameld. Ook van jouw collega, Jaap Versluis, die ik al eerder heb gesproken. Ook een iemand, die was helemaal letterlijk omgegaan. Hè? Mooie samenvatting. Dankjewel voor het gesprek. Dat boekje, dat is bijna, wordt dat gepresenteerd, toch? As we speak wordt de laatste hand er aangelegd. En ik moet een kleine slag om de arm, maar de planning is dat die rond 22 maart uit gaat komen. Er komt ook een website bij met veel voorbeelden. Hij staat al op de site van Boom, staat hij al genoemd, zeg maar. De website overigens, die functioneert nog niet, want die moet nog gevuld worden. Maar rond 22 maart zou die op de markt moeten komen. Dus, voor mensen die het leuk vinden, mogen ze altijd contact met me opnemen. Ik weet altijd na het verschijnen van zijn boekje dat ik altijd veel gevraagd word voor gastcolleges en dat soort dingen. Dus dat doe ik altijd met veel liefde en plezier. Dus, als communicatiedeskundige kan jij dat ook goed naar voren brengen. Dat merk ik nu al. Ja. En ik denk dat je daar ook een mooie presentatie voor kan geven. Ja. Heel erg hartelijk. Heel erg bedankt voor het gesprek. Het is inspirerend. En ik ben blij dat ik dat mooie storytelling toch op mijn lijstje heb gezet en dat het nu gelukt is.
Een goede, nou ja, het zal wel een online presentatie worden van je boek, maar ja, dat is dan even niet anders, maar misschien wordt het wel bij de tijdsgeest. Dankjewel, ja, en hopelijk ooit tot ziens. Jo. Doeg.